Hey, superleuk dat je weer luistert of kijkt, want ik neem weer eens een podcast op en die zal ik ook delen op YouTube. En ik vind het echt superleuk, want ik zit vandaag met Marinka Bil. Marinka is trauma-informed coach en breathwork coach en heeft natuurlijk, of is natuurlijk mijn opleider geweest in de breathwork expansion training. Die ik nog niet zo lang geleden heb afgerond. Wat super fijn was. We hebben die afgerond met een retreat in de Ardennen. Wat echt, ja, misschien kunnen we het daar dadelijk ook nog eventjes over hebben. Super ja, bijzonder was voor mij. En ik vond het super leuk en interessant om met Marinka een podcast op te nemen. Dus ik heb haar gevraagd: vind je dat leuk om te doen? Omdat ik op het moment, en daar heb ik natuurlijk wel al iets over gedeeld, in een proces zit waarin ik mezelf soort van aan het heruitvinden ben. En ik weet dat Marinka en ik denk vele ondernemers met ons in zo'nzelfde proces hebben gezeten. Dus vandaar ja, dat ik het superleuk vind om dit gesprek aan te gaan. Marinka, superleuk dat je dit wil doen op de eerste Dank je plaats. wel. Ik vind het ook altijd heel erg leuk, want we kunnen het zo mooi dan hebben over een proces waar heel veel mensen tegenaan lopen, Ja. maar waar weinig mensen iets over delen. Ja, dat is waar. Ja. Het wordt altijd zo achtergehouden vanuit, ja, maar ik moet doen alsof alles goed gaat, of wat zullen andere mensen dan wel niet denken? Het is ook heel persoonlijk. Het is echt. Ja. Het heeft te maken met wie ben ik eigenlijk, hè, wanneer je jezelf opnieuw aan het uitvinden bent. Maar goed, voor de mensen die via mij luisteren, want we gaan hem lekker op twee kanalen delen, wil jij jezelf ook nog eventjes voorstellen? Want hoe ik jou ken, heb leren kennen, is als een hele krachtige, intuïtieve coach. Jij voelt heel veel. Dat vind ik super, super mooi om te zien, heel inspirerend. Je geeft prachtige retreats in Noorwegen. En ik vind jou als mens gewoon, denk ik, van, oh, jij staat er echt. Jij bent heel krachtig in die zin. En daardoor vind ik het juist ook extra mooi dat jij nu ook in zo'n proces terecht bent gekomen. En niet in de zin van, joepie, wat een leuk proces. Want het is niet leuk, het is pijnlijk, het is verwarrend, het is eigenlijk alles wat je meestal liever niet ervaart. Maar ik vind het wel heel goed dat je er zo over deelt. En ik zie je zo ook echt wel die omslag maken, zeg maar, naar een soort, ja, naar een next level. Wat je in jezelf eigenlijk al hebt geïntegreerd, maar nu mag de rest nog meekomen. Dus ik ben heel Ja. benieuwd wat zich daaruit gaat ontvouwen. Maar goed, wil jij jezelf ook heel even kort voorstellen? Ja, natuurlijk. Ja, en nou ja, we hadden het net eventjes voordat we gingen opnemen over het feit van, ja, oké, hoe noem je je nu eigenlijk? Wat ben je eigenlijk? Dus ik kan meteen zeggen dat ik dat altijd heel lastig vind, vooral omdat het zo evolueert altijd. Maar ik ben ooit begonnen als life coach en dat is uit een burn-out ontstaan, dat ik echt, ja. Mijn hele leven eigenlijk heb omgegooid. Dus ik heb echt ontslag genomen en nou ja, van tevoren wel opleidingen gaan volgen. En voor mezelf begonnen in eerste instantie als life coach en bewustzijnscoach. Al heel snel voelde dat niet compleet. En toen is dat energetisch life coach geworden. Waarom? Omdat ik eigenlijk al sinds 2006 bezig was met energie. Alles wat energie is, dus healing. Dat ben ik erin gaan integreren. En ja, ik help eigenlijk vooral hoogsensitieve mensen die voelen van, hè, ik doe niet precies, of ja, hoe moet ik het beste uitleggen? Ook dat vind ik heel lastig, daar hadden we het net ook over. Maar probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik had zelf altijd heel erg het gevoel dat ik in een soort rat race zat, hè, van de maatschappij verlangt heel erg veel van ons en we moeten maar mee, we moeten dit en we moeten dat. En ik had een heel goed betaalde baan, een loondienst, waarvan iedereen op papier altijd zei: oh, fantastisch en geweldig, maar ik was doodongelukkig. En eigenlijk wil ik mensen helpen, en dat hoeft niet per se ook met een baan te zijn. Ik heb ook klanten die bijvoorbeeld vastlopen in een relatie of zo, maar die in ieder geval voelen van er klopt iets niet. En ja, omdat. Eigenlijk die omslag te gaan maken, meer vertrouwen in jezelf te krijgen en vooral, en dat is wat jij ook doet, hè, jezelf
te vinden eigenlijk weer en te gaan herontdekken wie je eigenlijk zelf bent. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Dus ja, en nu heb ik dan natuurlijk het breathwork aan toe mogen voegen, wat ik ontzettend mooi vind en fijn vind, wat voor mijzelf ook echt heel veel betekend heeft. Ja. Ja, mooi, mooi. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik heel mooi wat je zegt ook, hè? Want dat stukje, ja, wie ben je en wat doe je? Het is zo. Hoe kan je daar woorden aan geven aan Ja. alles wat je bent, wie je bent? Ja. En dat wordt natuurlijk vanuit soort business coaching hoek al heel snel gezegd van oké, nou dan moet je voor wie je bent, wat je doet, vat dat in één zin samen, dan heb je je, hoe noem je het? Ik weet de naam al niet eens meer. Zo'n soort Ja, one-liner, zeg je maar. elevator pitch zijn Ja, je elevator we. pitch. Ik help die en die om. Ik heb er een En hekel aan. ja. Ja, en ze kunnen heel krachtig zijn. En soms lees ik er een en denk ik, oh, die is heel goed. Ja. Alleen, het is lastig omdat, nou ja, in wat wij doen, en daarmee wil ik niet zeggen dat hè, wat een ander doet, dat het dan makkelijker zou zijn. Ik denk dat bijna iedere ondernemer hier wel mee struggelt. Maar een boekhouder die zegt, hey, ik help jou met je administratie. Punt. Ja. Dat is logisch. wat wij doen, het komt voort vanuit wie we zijn. Ja. Dat is een soort vertaling van wie we zijn. En iedere keer dat wij zelf groeien, helpen we andere mensen ook weer net op een andere manier om ook weer een andere shift te maken. En dat Ja. is eigenlijk continu in beweging, want persoonlijke groei is nooit klaar. Dus Nee. om dat samen te vatten, ja, ik heb hem ook al zo vaak veranderd. Ik ben deze week ook weer volop aan mijn website aan het knutselen geweest. Want nou ja, ik had nieuwe foto's, ik heel lang uitgesteld om dan ook de teksten aan te passen. Ik denk, dat ga ik nu eens doen. En dan ga ik weer opnieuw kijken, voor wie ben ik eigenlijk? En dan Ja. merk ik dat wat vorige keer heel kloppend voelde om te schrijven, dat is nu weer net iets anders. Ja, precies. Ja. Want soms Ja. is dat wel heel vermoeiend, hè? Om Ja. continu alles te moeten blijven aanpassen en herevalueren. Weer te gaan voelen van, oké, waar word ik nog blij van? Ook dat, hè? Van welke mensen wil ik graag helpen? Want we kunnen natuurlijk heel veel mensen helpen. Maar ja, ik vind het wel heel belangrijk dat ik bij mezelf voel van welke mensen ik graag wil helpen. Hè? En dan niet zozeer uit het oogpunt van je moet een niche en weet ik het wat allemaal, maar gewoon van wat ik graag wil. Ja. Dat. En ook daar is het, vind ik vaak lastig, maar wel heel belangrijk dat je echt dicht bij jezelf blijft en loslaat wat allerlei marketinggoeroes inderdaad zeggen. Van gewoon dicht bij jezelf blijven. Nee, wat wil ik? En daar Ja. trouw aan zijn. Ja. Ja, precies, Ja. precies. Ja. Dat is voor mij de reden ook geweest dat ik het zo moeilijk vond in eerste instantie om te omarmen dat ik en als coach en nou ja, weet ik het, healer, energetisch, breathwork, dat hele stuk zeg maar. Het is één verzameling geworden van alles wat ik heel erg leuk vind. Om dat te combineren aan de andere kant met mensen helpen hun boek te schrijven en uit te geven. Ja. Ja, want ja, dat Want vind ik ook een hele mooie combinatie, inderdaad. Dus voor ja. mij is het heel kloppend. Alleen ik kan me voorstellen dat iemand denkt van, nou, wat doet ze nou eigenlijk? Kun Ja. je niet focussen of zo? Maar voor mij werkt het, want dat hele energetische stuk vind ik fantastisch. Maar ik heb die praktische tegenhanger nodig, waarbij ik strategisch met iemand kan nadenken. Ja. En boeken vind ik dan ook nog heel erg leuk. Dat vind ik geweldig. Dus voor mij werkt het daarom. Alleen ik vond het echt moeilijk, want er werd natuurlijk door een aantal mensen echt keihard geroepen. Je moet je focussen op één ding en kies je niche. En ja, dat doe ik niet. Nee. Eigenlijk. Nee, maar dat vind ik juist ook heel krachtig aan jou, dat je wel echt je eigen ding doet. Want ik denk, en ik heb er zelf ook wel eens last van gehad, zeker als je te veel op Instagram of Facebook of wat dan ook zit, hè, dat je wordt overspoeld met business coaches van nee, dit moet je doen en dat moet je doen. En ik heb ook wel van alles geprobeerd. En dat is natuurlijk niet verkeerd, want je moet. Natuurlijk zelf, je kunt alleen maar ontdekken wie je zelf bent en wat bij jou past door dingen uit te testen. Ja, Maar soms zeker. kan het wel, en ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, heel frustrerend zijn als
dingen voor iemand anders dan supergoed werken en voor jou totaal niet. En dat je dan toch wel aan jezelf kunt gaan twijfelen van, doe ik dan iets verkeerd? Ja, heel erg. Ik heb bijvoorbeeld een business coaching traject gevolgd in een periode waarin ik dus eigenlijk net mijn vorige bedrijf had verkocht en ik overstapte naar iets nieuws, waarvan ik ongeveer wel wist hoe het er uiteindelijk uit mocht komen te zien na een tijdje soul searching. Dus ik dacht, nou weet je wat, hop, lekker snel opbouwen. Ik ga hulp inschakelen, want het voelde ook alsof ik er alleen voor stond. Je begint eigenlijk echt van onderaf aan weer. Alleen niet als ondernemer. Als ondernemerschap ben je verder, maar het Ja. bedrijf nog niet. Ja. En daar werd ik gevraagd om iedere maand een lancering te draaien. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, ik Ik kan me voorstellen. was zo blij dat het half jaar voorbij was. En ik heb er natuurlijk hele mooie dingen aan overgehouden. Het heeft me echt wel in zekere zin geholpen. Maar ik had wel echt een flinke vakantie nodig, zeg maar, voor lanceringen. En ik was op het punt dat ik mijn bedrijf beu was. Ja. Ik had helemaal geen zin om het op die manier te pushen, zeg Ja, maar. ja. En het grappige vind ik altijd, op het moment dat je twijfelt, ga je ergens anders hulp zoeken. En dan zijn mensen natuurlijk in getraind om hele mooie marketingtechnieken te laten zien en hun resultaat erbij en te roepen: kijk, dit heeft voor mij gewerkt. Als we wittere tanden willen, dan gaan we ook kijken naar de persoon met de witste tanden en welke tandpasta die gebruikt. Ja. Logisch dat we dat doen. Alleen je wordt daarin ook zo geraakt in je eigen onzekerheid, Ja. dat je eigenlijk die onzekerheid ook meeneemt in die nieuwe strategie. Ja, En dan klopt. is het extra pijnlijk om te voelen: oh, maar dit werkt niet voor mij. En dan heb je alsnog aan te kijken waar je nou eigenlijk echt bang voor was. Ja, klopt. Ja. Maar wat je ook zei, ja, vind ik ook wel interessant, want dat herken ik heel erg, dat je ook vaak heel erg alleen kunt voelen, hè? Als ondernemer. Dat ervaar ik tenminste wel. En dat je dan inderdaad sneller, ja, gaat zoeken naar ondersteuning en hulp. En er is ook niks mis mee. Maar soms mogen we er denk ik ook meer op vertrouwen dat de antwoorden in onszelf zitten. En ja, daar struggle ik soms ook mee hoor. Dat ik denk dat iemand anders alle antwoorden voor mij heeft. Maar helaas is dat niet altijd zo. Ik hoop daar ook nog regelmatig op. Ja, Ik wou dus gewoon dat. ja, en nou ja, ik zit nu ook in een proces wat pittig is, inderdaad. Omdat ik eigenlijk voel, we hebben het er net eventjes over gehad voordat we gingen opnemen, omdat ik er al een tijdje in zit. En dat is denk ik heel interessant om met jou te bespreken, hè, is dat je zelf. Sowieso, hè, als ondernemer, ja, ik heb dat al vaker gezegd, maar ik vind ook echt dat dat waar is, hè. Ik heb iemand ooit eens horen zeggen dat ondernemen de meest pittige persoonlijke reis is die je kunt maken. En ik kan dat alleen maar beamen. Want jij bent je bedrijf, hè. Tenminste, ja, ik heb geen personeel in dienst, dus ik doe alles gewoon zelf. En dat vraagt wat van je. En ik ben natuurlijk ook iemand die altijd bezig is geweest met persoonlijke ontwikkelingen, persoonlijke groei. Ik vind superveel interessant, wat ook wel eens mijn valkuil is, omdat ik ja, zoveel interessant vind dat ik soms te veel dingen doe en te veel rooi voor ik neem. Maar daardoor kom je natuurlijk op een punt. Ik ben mijn bedrijf gestart vanuit die burn-out en ben toen logischerwijs mensen gaan helpen die ook op zo'n punt zaten. Maar in die 3 jaar heb ik zoveel gedaan en heb ik zoveel ervaren dat ik ja, zelf zo'n enorme ontwikkeling heb doorgemaakt. En dat ik nu eigenlijk op een punt sta van, hey, ja, hoe die basis van mijn bedrijf staat. En ik heb natuurlijk gaandeweg wel wat dingetjes toegevoegd en mijn aanbod een beetje veranderd. Maar de basis is natuurlijk gewoon hetzelfde gebleven. Dat ik heel erg voelde van, ja, het klopt gewoon niet. Het is alsof, ik kan het best omschrijven als het jasje past niet meer. Hè? Van ik mag een ander jasje gaan aandoen, maar welk jasje dat dan is, ja, dat weet je dan niet. En dat is ontzettend lastig.
Waardoor ik nu eigenlijk even verplicht een beetje op de pauzeknop heb moeten duwen. En dat vind ik heel moeilijk. Want ik ben ook iemand die heel ongeduldig is en die gewoon door wil. Dus dat is dan een soort intern gevecht met mezelf. Van oké, okay, je weet ergens van oké, okay, zo kan het gewoon niet langer. Want het voelde inderdaad voor mij ook, begon het zwaar te voelen en niet meer leuk en trekken. En dan weet je eigenlijk van oké, okay, dat klopt eigenlijk iets niet meer. Maar aan de andere kant wil je gewoon door. Ja, en dat gaat niet altijd tegelijkertijd. En soms moet je dan even zeggen, oké, okay, ik neem even een stapje terug, zodat je, en dat moet ook, zodat je letterlijk kunt uitzoomen van, oké, okay, wie ben ik inderdaad nu? Want ik ben niet meer dezelfde persoon als 3 jaar geleden. En wat wil ik? En ja, ik denk dat jij dat ook wel zult herkennen, omdat je natuurlijk ook je vorige bedrijf bent gestopt en iets Ja. anders bent gaan doen. Ja, dus Ja, zeker. ja, hoe ben jij daar toen mee omgegaan? Met best wel veel weerstand. hoe ik het vaak zie is, we gaan andere mensen vaak graag helpen met dingen die we zelf voor een groot deel al hebben geïntegreerd. En daarom denken we, oké, dat heeft mij zoveel geholpen. Nu wil ik dat overdragen aan een ander. En dat geldt, dat geldt voor mij ook. Dat geldt nog steeds voor mij, want ik vind het hartstikke leuk. En ook belangrijk. Want aan de ene kant help je dan een ander heel erg mee. En aan de andere kant helpt het je ook voor je eigen proces. Ja. Alleen op het punt dat je daar soort van klaar mee bent en dat afgerond hebt in jezelf, is ook ineens die interesse om een ander ermee te helpen. Dat is gewoon een eind weg. Dat begint minder te worden. Dus ik had in mijn vorige bedrijf, ja, ik was natuurlijk, ik zette dat op toen ik, nou, mijn gezondheid echt nog niet je van het was, verre van zelfs. Maar ik moest anders gaan eten. En voor degene die geen idee hebben wat ik deed, ik maakte recepten en kookboeken volgens het paleo voedingspatroon. Dat was mijn manier van eten die me was aangeraden, gewoon puur voor mijn gezondheid. Ik was er eerst helemaal niet enthousiast over. Ik dacht, jemig, ik mag niks meer. Dus daarvan kwam echt het idee van, ik zal vast niet de enige zijn. Laat ik een website beginnen. Nou, dat is zo groot geworden dat ik ook met mijn baan heb kunnen stoppen. Gelukkig, want ik zat er echt niet op mijn plek. Ik ben kookboeken gaan uitgeven. En dat werd zo groter en groter en groter. Dat je op een gegeven moment ook gewoon in een soort luxe positie zit. Ik had een enorme e-maillijst, waar ik nog steeds wel eens naar terugkijk. Denk, oh, dat zou ik wel weer op willen bouwen. Ik had 25.000 mensen op mijn e-maillijst Wauw, staan. dat is wel heel Daar veel. kom ik nu niet aan. Dus, en dat is helemaal oké, okay, maar het was heel makkelijk, want ik hoefde eigenlijk maar een e-mail te sturen met een aanbod. En er Ja, werden dingen verkocht, ja. wat heel fijn was. Het gaf mij heel mooi de kans om mijn eigen herstelproces nog verder door te zetten. Want ik kon vanuit huis werken, gewoon wanneer ik wilde. Ik moest niet nieuwe recepten maken. Dat vertelde ik mezelf wel, dus dat deed ik. Ik was heel goed vindbaar in Google. Het liep gewoon heel makkelijk. Ik vond het leuk om te laten zien wat ik at op social media. Nu vertellen we onze visie op social media. Toen hoefde ik een foto van mijn eten te maken. Ik kreeg hartstikke veel likes. Dat soort dingen. Alleen, ik begon mezelf ook verder te ontwikkelen. Puur ook vanuit dat ik voelde, ik kan beter in mijn vel zitten. Ik kan meer energie hebben. Wat is daarvoor nodig? En eigenlijk kwam ik enigszins bij toeval in een opleiding terecht. Voor eating psychology coach. Hartstikke leuke opleiding. Iemand die ik kende, die volgde die opleiding. Ik kwam bij haar thuis en zij echt praatte me de oren van mijn hoofd af over die opleiding, hoe goed die wel niet was en hoe leuk het wel niet was. Dat ik me ook heb ingeschreven. En ineens ging het daar over overtuigingen. En ik had zoiets van, oh, wacht eens eventjes. Daar zit ik dan. Ik probeer mensen te helpen om gezonder te gaan eten door ze al die praktische tools aan te reiken. Maar het zit hem ook in de overtuigingen. En daar liep ik al vaak tegenaan. Dat iemand, ja, het lukt me niet. Heb je nog meer recepten? Nee, ik heb letterlijk 1000 recepten gemaakt in die hele tijd.
Wat maakt dat ene recept meer of minder uit? Of het Ja. wel of niet wil lukken? Iemand, ja, het lukt niet om geen eetbuien meer te hebben. Nee, ja, daar zit zoveel onder. Dus toen ik daarover leerde, begon ik dat ook een beetje te denken. Ja, dat wil ik uitdragen, want dat Ja. is waar het dan echt in zit. Ja. En ik voelde dat daar niet zo heel veel ruimte voor was binnen het bedrijf wat ik had opgebouwd. Want mijn gouden kooitje, zeg maar, was eten. En zo doe je dat praktisch. Ja. Als ik het ineens begon te hebben over de overtuiging die eronder lag, dan hadden mensen zoiets van: oh, nee, daar zit het hem in. Nee. Ja. En ik kreeg ook steeds minder plezier in het Ja. maken van die recepten. Ik zag er tegenop. Ik dacht: wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Totdat in 2018 mijn zoontje werd geboren. Nou ja, dan heb je natuurlijk zwangerschapsverlof. En ik had sowieso heel veel mazzel, hè, want ik kon gewoon vanuit huis werken. Ik hoefde hem niet naar de opvang te brengen om te kunnen werken. Je kan ook Ja. met een baby in een draagzak een foto maken van je eten. Ja. En als hij slaapt, even iets uittikken. Prima. Maar ik dacht, wacht even. Hoeveel tijd ben ik nou eigenlijk aan het koken met wat ik allemaal doe? Ongeveer de helft van het jaar, ik weet niet meer hoe ik de rekensom heb gemaakt, maar de helft van het jaar stond ik in de keuken. Ja. Is dat waarom ik dan uiteindelijk wel mijn zoontje naar de opvang moet brengen? Wil ik dat echt? En Ja. het antwoord was heel duidelijk nee. Ja. Dus hij heeft soort van voor mij die doorslag gegeven van nee, dit moet gewoon anders. Ik wil dit niet meer zo. Ja. Waardoor ik de stap ben gaan zetten van ik ga de boel verkopen. Gelukkig is dat heel makkelijk gegaan. Dat had ik nooit gedacht. Maar dat was heel fijn. En ja, ik wist wel dat ik mensen wat meer met dan die overtuigingen wilde helpen. Maar hoe? Geen idee. Dus ik viel ook wel een beetje in een gat Ja. nadat ik mijn bedrijf had verkocht. Ja, ik vind dat ook wel heel knap dat je dat zo hebt durven doen, inderdaad. Omdat je ja, toch in dat gouden kooitje zat, inderdaad. En dat dan Ja. los te durven laten zonder dat je weet wat je dan gaat doen. Precies. Ja, Ja, ja. ja. Maar daar Nee, gaat dat. het hem wel om, hè? Dat je Ja. ja, die stappen durft te zetten en durft te vertrouwen dat het wel goed komt. Ja. Ja, precies. En Ja. daarvoor, wat het allerbelangrijkste was wat ik kon doen, was dingen proberen. Ja. Want als je niet precies weet hoe het eruit mag gaan zien en je kan wachten tot het idee komt, maar tegelijkertijd. En we hebben allemaal een zenuwstelsel wat dan vervolgens ook aan wil. Wat iets wil gaan doen. Wat tot, Ja. ah, ik moet iets. En dan gaat het steeds onveiliger voelen eigenlijk. Ja. Om het niet te weten. Ja. Dus een soort van strategie die ik toen niet doorhad. Dat het ook mijn zenuwstelsel hielp. Want daar wist ik toen nog helemaal niks van. was voor mij om te proberen. Ja. Want ik denk, oké, dan zet ik in ieder geval een actie uit. Wat mijn Ja. systeem het gevoel gaf van, oké, ik ben iets aan het doen. Het is oké, het gaat goed Ja. komen. Ja. Want ook al verkocht ik heel goed mijn bedrijf. Je hebt nog steeds het idee van, ja, mijn geld gaat er ook wel op. Als ik Ja, niet er komt niks binnen, ja. iets binnenkomt. En uiteindelijk kwam vanuit dat proberen, wist ik vooral in het begin wat ik niet leuk vond. Ja. Maar daardoor kwam ik ook weer meer in verbinding met mezelf op de stukjes die ik wel leuk vond. Ja. Want net als ik mensen bijvoorbeeld sprak als coach en ze zeiden iets en ik ging daarop aan, voelde ik van hey, oké, daar zit iets. Ja. Dat is een klein stukje van de puzzel van wat het dan wel mag zijn. Ja. Ja, en voor mij was het uiteindelijk, toen hadden we de eerste lockdown in 2020, denk ik. Ja. Op de eerste dag, ik was mijn yoga aan het doen of zoiets 's ochtends. En ik had in één klap kwam gewoon binnen wat ik wilde doen. Ja, zo kan het Heel gaan, hè? bizar. Heel Ja. bizar. Dan had ik, ja, ik zou willen dat er een strategie voor was. Dat je kan, doe dit, dit en dit. En dan Nee, komt zo het in werkt het dit. niet. Nee, Maar hij nee. kwam gewoon ineens. Ja. En daarbij voelde ik, ja, maar je mag mensen echt gaan helpen met hun overtuigingen. Ja. En dat wist ik wel ongeveer, maar toen voelde ik hem ook in mezelf. Ja. Ik ging eigenlijk van weten naar voelen, laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. Ja, en Ja. dat is heel bizar, inderdaad. En dat herken ik wel uit. Ja, hè, ik heb dan in januari voor de eerste keer
mijn retreat in Noorwegen gegeven. En dat is ook zo bizar gegaan. Ja. Ik ben een aantal jaar. We waren op huwelijksreis naar Noorwegen, naar de fjorden. En dat is dus al een aantal jaren geleden. En daar. Ik heb altijd al iets met Scandinavië gehad. Ik kan dat ook niet uitleggen, want ik hou heel erg van de zon en warmte. Helemaal niet van de kou, maar dat is iets. Dus wij gingen al vaker stedentripjes en zo doen naar Scandinavië. Maar toen waren we dus echt in de natuur, in de fjorden. En dat had zo'n enorme impact op mij, dat ik letterlijk zat te huilen. Gewoon van, maar nu ben ik sowieso heel erg. Hè? Ik ben ook sensitief, dus dat komt bij mij allemaal heel hard binnen. Hè? Dat soort dingen. Mooie kleine dingetjes in de natuur kan me enorm genieten. Maar dat gaf zo'n impact. Ja, en sindsdien heb ik altijd wel vooral iets met Noorwegen gehad. Ja, toen begon ik natuurlijk. Ik ben ook even denken hoe dat allemaal precies is gegaan. Want het waren ook ja, synchroniciteiten, noemen ze dat dan. Hè? Dus dingen die allemaal zo op je pad komen. Maar in ieder geval wist ik toen ik met het coachen bezig was, van ja, ooit, hè? Ooit wil ik wel mensen in Noorwegen gaan coachen. Omdat ik dacht, die combinatie van het werken aan jezelf en het naar binnen keren op zo'n krachtige plek in de natuur. En dat doe jij natuurlijk ook met Zweden. Hè? Dat was voor mij zo'n mooie combinatie dat ik dacht van ja, ooit moet ik daar iets mee. Nou ja, ik ga er niet een heel lang verhaal van maken, maar toen was er hier, jullie hebben dat in Nederland ook gehad, maar hier in België, want ik woon in België, ik ben Nederlands, maar ik woon in België al 20 jaar, was het programma Het Hoge Noorden. Ik weet niet of jij het in Ja, Nederland hebt die is er ook gekeken. in. Wij hebben geen tv, maar ik heb er van gehoord. Gehoord. Ja, nou ja, dat keken wij natuurlijk, omdat dat ging natuurlijk over Noorwegen. Ik denk, ja, wauw, zo mooi om te zien. Dat was dus een koppel dat ook hun hele leven had omgegooid en daar een hotel, heel kleinschalig boutique hotel zijn begonnen, midden in de Noorse natuur. En jij weet waar het is, want jij bent er ook al geweest. Ja, dat was in de laatste aflevering en toen dacht ik echt, wauw. Dat is het. Dat is de locatie. En toen heb ik ook gewoon, en ik denk dat het dat ook vaak is, zonder nadenken, gewoon je gevoel volgen. Ik denk, ik stuur gewoon een mail en ik zie wel. Hè, van, goh, nou ja, hè, om samen te werken op de een of andere manier. Natuurlijk ook totaal geen ervaring met retreats geven of zo. En dat is ook iets wat bij mij blijkbaar altijd zo werkt van niet, hè, normaal zou je zeggen, nou begin eens met een dag of hier in de buurt of een weekend. En Nee. bij mij gaat het altijd andersom. Hè? Dus ik ging meteen voor een week. Nou ja, goed, ik ben daar dus in een weekend op en neer naartoe gegaan. En nou ja, het gevoel wat ik daar had, en daar wou ik even naartoe. Dat kan ik ook bijna niet omschrijven, maar jij zult precies snappen wat ik bedoel. Ja. Alsof alle puzzelstukjes ineens in elkaar klikken en dat je zo'n ja, gelukzalig gevoel eigenlijk Ja. krijgt van dit is het, dit is het. Zonder daar per se een idee bij te hebben van dit is een hele slimme zakelijke keuze. Hè? Dat niet. Maar gewoon, ik moet dit doen. En ik ben dat dus ook gaan doen. En ik ben dus inderdaad een week lang dat retreat gaan geven daar. Ik weet nog niet precies wat het verder allemaal gaat betekenen, maar daar is heel veel wel gebeurd, met mij ook. Waar ik naartoe wil is eigenlijk van soms moet je niet te logisch willen nadenken van is dit wel slim of is dit wel handig of moet ik dat wel doen, maar gewoon je gevoel volgen en het gewoon gaan doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ja, dat is eigenlijk wel denk ik de tip die ik iedereen zou willen meegeven. Want soms probeer niet te veel in je hoofd te gaan zitten, maar doe het gewoon. Want ik weet zeker dat als dat gevoel er is, dat je intuïtie is, ook die je leidt van oké, je mag dit gaan doen. En je hoeft niet precies meteen te begrijpen waarom dat zo is en waar je dat dan gaat brengen verder. Ja? Maar ja, ik denk dat wel dat dat heel belangrijk is. Dus ik snap dat helemaal als je dat zegt van ik voelde het gewoon, want dat had ik ook. Nou ja, het is zo herkenbaar. Überhaupt al met retreats, maar ook met heel veel andere dingen. Dat ik een retreat wat ik zelf heb gevolgd. Ik hoorde daar verhalen over van mensen die bij een eerdere editie waren geweest. En ik voelde, ik heb daar ook te zijn. Ik persoonlijk, ik geef retreats.
Ik hou niet van in groepen met mensen zijn die ik niet ken. maar ik heb het toch gedaan. En het was fantastisch. Het was een hele leuke groep mensen. Ik dacht wel, ik moet een privékamer hebben. Dat was daar ook gelukkig. Dus top. Als ik me kan terugtrekken, dan komt het wel goed. Maar dat heeft zoveel opgeleverd in bepaalde sessies die daar werden gegeven. Ik dacht, ja, maar dit is exact wat ik nodig had. Nog steeds, hè, bedoel, de locatie waarin ik mijn retreats en ook de volgende opleiding ga geven in Zweden. Toen ik aan het proberen was wat ik wilde, en met een soort van business coaching, lifestyle coaching, ik had een soort mix gemaakt. Ik zou het nooit meer lanceren nu, maar goed. Niet toevallig dat de eigenaar daarvan, van die huisjes in Zweden, die zat bij mij in de groep. Ja, we hebben huisjes gekocht in Zweden, zei ze. En ik dacht nog, oh leuk, gaaf, vet, zou ik ook ooit wel willen. Totdat ik daar de afbeeldingen ook van zag. En ik dacht, daar heb ik te zijn. Een andere klant, die heeft een hotel en een chalet in Frankrijk. Nodigde mij daaruit. Nou echt, als je mij blij wil maken, nodig mij uit in het buitenland. Super, super leuk. En heel lief trouwens ook. Maar ik was daar en ik voelde ook zo. En ook gewoon geëmotioneerd van worden. Om weer een retreat te geven. Nou, ik ga er in juli voor de tweede keer een retreat geven. Het klopte daar op de een of andere manier. En dus ik vind jouw tip is zo waardevol. Want we hebben vaak de neiging om hoe langer het duurt voordat we weten wat het dan moet zijn. Weten. Om er meer over na te gaan denken. Maar ja, in je hoofd is alles heeft evenveel voor's en tegen's eigenlijk. Daar kom je niet uit. Het is je gevoel die de doorslag geeft. En op het moment dat je juist daarmee gaat verbinden, en om daaraan toe te voegen, mensen die in zo'n periode zitten, zou ik ook zeggen, dit is juist het punt waarop de beerput open gaat, eigenlijk. Alles waar je over twijfelde, heel veel pijn die je ooit hebt gehad, dat komt ineens naar boven borrelen in de vorm van onzekerheid, controle willen houden, ik moet weten wat ik dan wel ga doen. Wie ben ik nou wanneer ik niet mijn identiteit vastkoppel aan bijvoorbeeld werk? Dat komt omhoog. Hoe meer je dat aankijkt, hoe meer je verbonden bent met je gevoel en hoe meer dus vanuit gevoel ook binnen kan komen wat het dan wel is wat je wil doen. Anders blijf je daar zo die rondjes in draaien en ja, dan is het een struggle terwijl je eigenlijk letterlijk om de hete brei heen draait, zeg maar. Ja, precies. Maar veel mensen, dat merk ik tenminste ook wel bij mijn klanten, zijn echt bang om die deksel van de put, zeg ik altijd maar, Ja, hè, eraf te echt. halen. Ja. Ja, en gisteren luisterde ik toevallig, ik luister in de auto altijd naar een podcast, vind dat heel fijn. Ik had er eentje van Joe Dispenza op staan. Oh, mooi, En ja. ja, dat vind ik ook altijd zo interessant, hè? Dat hele stukje wetenschap, hè? Van neurowetenschappen en kwantumfysica. En ja, dat is ook een beetje mijn ding, om dat dan te combineren met een klein stukje spiritualiteit. Hè? Van ik wil het ook altijd graag begrijpen. En hè, hoe dat dan uitziet en hoe je hersenen reageren en hoe je hart. Nou ja, hè, daar kan ik weer een aparte podcast Ik weet over het, het is zo geven. leuk. Heel interessant. Maar Herkenbaar, ja. ook hè, die neiging die we hebben, omdat we natuurlijk allemaal die vastgeroeste patronen hebben waar we al ons hele leven in zitten. En hij noemde het dan je lichaam, hè, eigenlijk dat je lichaam. En dat is eigenlijk weer heel mooi met wat ik jou zei. Ik zal het snel even delen. Ik heb een consult gehad bij iemand die we alle twee kennen. Omdat ik natuurlijk ook een beetje in een moeilijk proces zit op het moment. En die zei ook tegen mij van jouw geest is al veel verder, maar je lichaam is nog niet mee, want dat gaat altijd langzamer. En nu zei Joe Dispenza dan dus ook van je lichaam wil altijd vasthouden aan die vaste patronen, wat bekend is, en vlucht ook heel vaak in. En daarom vind ik het ook mooi dat jij zegt, we hebben geen televisie, want we zijn geneigd als het moeilijk wordt om je telefoon te pakken en maar weer even te gaan scrollen of weet ik, om maar afleiding te zoeken, om daar niet naartoe te hoeven gaan. Ja, en hij zei ook, en dat vond ik ook zo mooi, ik denk, ja, zo kun je het ook bekijken. Van, hij zegt, je moet jezelf eigenlijk trainen als een hond.
Hè, van je gaat nu zitten. We zeiden ook letterlijk zo: zit, zit. En je gaat nu mediteren, bijvoorbeeld dan. Hè, van je moet jezelf gewoon dwingen om dat patroon te doorbreken. En dat is ook wat ik tijdens de consult horen kreeg. Van je moet gewoon, en daar gaat volgens mij ook alles om: bewust worden van alles wat je doet en wat je denkt. Ja, dus als jij iedere ochtend hetzelfde patroon herhaalt van oké, je staat op, je gaat naar het toilet, je zet koffie, je kleed je aan, je gaat naar je werk, je neemt allemaal dezelfde, hè, altijd dezelfde weg naar je werk. Probeer dat patroon eens te doorbreken. Doe het dus iets anders, zodat je lichaam eraan went om dingen anders te doen, om uit dat patroon te breken. En dat vond ik ook wel heel mooi. En vooral, ja, van zit, en nu ga je dit doen. Hij zegt, dan heb je de controle eigenlijk weer over jezelf, dat je dingen anders wil gaan doen. Dat vond ik ook wel een hele mooie inzicht eigenlijk. Ja, Ja. maar heel erg mooi. Want wat natuurlijk de meeste mensen doen, is zodra er gevoel bij komt kijken en ze dat willen weglopen. Ergens, nou ja, zichzelf soort van verlammen met een telefoon of wat het Ja. ook is. Als je dan tegen jezelf zou zeggen: zit. Zit en Ja, afblijven. nu. Ja, en ga maar voelen. Ga maar voelen. Wat gaat er eigenlijk door je heen? En Ja. dan realiseren de meeste mensen zich dat ze zo bang zijn om te voelen. En dat Ja. eigenlijk de angst voor het gevoel heel veel erger is Ja. dan om het gewoon te doorvoelen. Ja, dat is ook Dan denk je, zo. oh, is dat het? Is dat wat door me heen gaat? Hé, hey, ja. Oh, kun je dat weer laten zijn? Ja, dat lukt eigenlijk wel redelijk. Hè? En Ja. al is het in het begin dat je het 10 seconden toe kan laten. Mooi, dan heb je 10 seconden je gevoel er laten zijn. Heb je een stukje losgelaten. Ja, Volgende ja, keer lukt het langer. ja, Voordat je dan alsnog weer je telefoon wil pakken of ja. een reep chocola naar binnen werkt of zo. Ja, het kan van alles zijn, hè? Ja, ja. En dat is zo waardevol om te leren, om daardoor inderdaad bepaalde patronen te doorbreken. Want Ja. als je altijd alles hetzelfde doet, geef jezelf niet de kans om iets te ervaren wat eigenlijk onder de oppervlakte borrelt. Nee, en je kunt ook niet verwachten dat je realiteit gaat veranderen als je die patronen niet verandert. Als jij altijd hetzelfde blijft doen wat je altijd deed, ja, dan blijft je realiteit natuurlijk ook altijd hetzelfde. Ja, En klopt. ik vind het ook heel mooi, waar ik nu dan aan moet denken, van dat je bereid moet zijn om door het onbekende en het oncomfortabele stukje heen te durven gaan en daar vertrouwen in te hebben, dat je dat gaat verder helpen. En dat vind ik met breathwork zo mooi, want het is niet altijd leuk, hè? Het is soms best pittig en zwaar. Dus sowieso al, hè? De techniek die ik dan bij jou heb geleerd, voelt heel onnatuurlijk. Zeker de eerste keren van, oh, wat ben ik hier aan het doen? Hè? Want, hè? Je hoofd gaat ertussen zitten en je weet niet wat er gaat gebeuren en hoe je lichaam erop reageert. Maar als je durft te vertrouwen van, dit is goed, hè? En daardoor kunnen er dingen naar boven komen die ik mag aankijken. En vooral ook, en dat vind ik zo mooi aan breathwork, is dat je lichaam wel precies weet wat je kunt handelen. Hè? Van wat er op dit moment naar boven mag komen. En als je daarop leert te vertrouwen, dan iedere sessie is ook anders. Dat ervaar ik ook zelf iedere keer weer. Van, soms is het gewoon wel heel fijn. En soms komen er emoties naar boven. En soms, hè? Ik had tijdens het retreat in de Ardennen dan, dat mijn lichaam opeens, ja, heel raar begon te doen en te shaken. En denk, wat gebeurt er in godsnaam? Maar op dat moment, ja, had ik natuurlijk wel al de nodige ervaringen mee. Wist ik, oké, laat het maar gebeuren. Het zal wel goed zijn. Het zal ergens verdienen. Hè? Van, laat het maar gewoon zo zijn. En daar vertrouwen in hebben. En dat je daarna ook zo'n opluchting voelt. Van, oké, het is eruit. En dat vind ik het mooie aan breathwork. Is dat je er eigenlijk niet over hoeft te gaan nadenken of over hoeft te praten, maar door gewoon, ja, je lichaam te gaan gebruiken, dat die dingen gewoon vanzelf naar boven komen. Dat vind ik ontzettend krachtig. Ja. Ja, en als we het dan toch over honden hebben, die doen dat vanzelf. Ja. Een hond schudt dat af Ja. en die is er klaar mee en die loopt er niet nog eindeloos over te piekeren, maar mensen wel. Dus, en daarmee vind ik breathwork inderdaad ook zo krachtig. Want je gaat liggen, je wekt als het ware die natuurlijke reactie op door een bepaalde ademhalingstechniek aan te nemen.
Daardoor ga je in een bepaalde staat van zijn komen, qua zenuwstelselactivatie. Je gaat echt naar die sympathicus toe. En je wordt daaraf wat je in het moment af te voeren hebt. Wat jij ook aan kan. Hè? Dus wat jouw onderbewuste bereid is om los te laten op dat moment. Ja, Dus precies. je hoeft niet bang zijn dat het te veel is, dat je het niet Nee. aan kan. Maar met dat je die ademhaling aanneemt en ook dan vaak dat kritische deel in je hoofd iets minder wordt, soms helemaal uitschakelt, hè, daar zijn gradaties in, kun je dat ook makkelijker toelaten. Ja, dat is En ook je zo. hebt ook nog de tijd voor jezelf. Dus dat helpt mij altijd. Ik hoef hier alleen maar een half uur te liggen. Als ik Ja. hier een half uur kan blijven liggen en deze ademhalingstechniek aan kan, een half uur, dat kan ik. Ja. Nou, je weet, het is geen 3 uur, het is niet halve dag, er zit gewoon een begin en een eind aan. Daarna Ja. is het nog lekker ontspannen, rust erin, heel fijn. Maar waarin je ook weer terugkomt, helemaal bij jezelf. En dan voel je pas die ontspanning door je heen gaan. Ja. En ja, nou ja, ik ben natuurlijk heel enthousiast over breathwork. Ik Anders ook. zou ik er geen opleiding in zijn begonnen. Maar het helpt heel erg voor degene die bijvoorbeeld ook overal al over hebben gepraat. Ja. Ik zie zo vaak mensen en die zeggen, ja, maar ik weet al wat er, ik weet wat er gebeurt. Ik weet wat er aan de hand is. Ik weet waar ik mee worstel. Mijn ouders deden dat ook. Nou, enzovoort, enzovoort. En er komt een heel rationeel verhaal uit. Denk, ja, dat is fijn dat je dat weet en dat je het hebt gekaderd voor jezelf, maar heb Ja. je het ook doorvoeld? Ja. En je kan er dan nog wel urenlang over praten en het nog verder op analyseren. Alleen wanneer dat luik naar de emotie die erbij hoorde nog steeds dicht zit, ja, dan verandert er nog steeds niet zo heel erg veel. Nee, nee, dat En klopt. ja, nou ja, ik denk dat jij dat ook wel ziet met jouw klanten. Dat wanneer iemand dan begint te ademen, dan gaat dat weten en voelen, het begint weer meer op één lijn te komen. Ja, absoluut. Dat Ja. is zo, ja, ik vind dat echt heel mooi om te zien. Dat is ook heel mooi. En ik vind het ook heel mooi om mensen op die manier te kunnen helpen. Hè? Dan, ja, met het stukje ademwerk en ook het stukje healing dan, wat ik er altijd wel bij gebruik, wat ik zelf ook een mooie combinatie vind. En dat mensen ook echt zo verbaasd zijn van wauw, wat er dan kan gebeuren. En ineens ook het proceswerk wat ik bij jou heb geleerd. Dat is zo ontzettend krachtig. Dat ze denken. Hoe kan dat? Hè? Sommige Ja. mensen die echt al, en ik wil echt geen afbreuk doen aan psychologen of zo, maar ik hoor gewoon heel veel klanten zeggen die al jaren bij een psycholoog lopen, maar ja, die daar natuurlijk alleen maar praten en die dan door één sessie gewoon veel dieper komen omdat ze gaan voelen en dat hun lichaam erbij betrokken wordt. En dat vind ik ook heel belangrijk om zoveel mogelijk mee te geven aan mensen. Ja, van dat er veel meer is dan alleen je hoofd en te denken en te praten. Maar zodra je je hele lichaam gaat gebruiken, dat er echt magische dingen kunnen gebeuren, ja. Ja, precies. Ja, en daarop voortbordurend is wanneer je wil weten wat je moet gaan doen of wat je volgende stap gaat zijn, is wanneer je verbonden bent met je lichaam, dan ga je ook in je lichaam die intuïtieve hits herkennen. Waardoor Ja. je het onderscheid kan maken tussen, oké, dit is leuk bedacht, maar nee, dit voelt ook echt goed. Ja, En dan kun je daar veel makkelijker doorheen navigeren en je eigen weg bepalen. dat is Maar ook ja, zo. daarvoor heb je dus ook wel te kunnen voelen wat niet zo heel erg fijn is. Ja, dat zei een coach die ik ooit heb gehad, die zei het van ja, hoe dieper jij kan gaan, hè, dus hoe meer pijn als het ware je kan aankijken in jezelf, je daar echt een holding space voor kan maken, hoe hoger je ook kan gaan. En hoe duidelijker alles wordt, hoe groter je belevingswereld. En nou ja, dat is een. Wanneer was dat? In 2020 ook ben ik bij haar op dat retreat geweest, wat zo mooi was. Marissa Klauer was dat trouwens. Was Oh echt. ja, herken ik ook. Ja, laten we gewoon namen noemen. Maar ja, ik kan nog steeds zeggen dat ze gelijk heeft. Want het is nog steeds hoe ik het ervaar. En dat vind ik gewoon ontzettend mooi. En dat betekent niet dat je altijd maar in zo'n heel pijnlijk proces hoeft te zitten. Want dat denken veel mensen dan ook weer zo. Oké, ik moet achter al mijn pijn aankijken. Want anders. Maar nee, het is een geleidelijk proces. En En het het hoort er ook mag. bij, gewoon, Ja. hè?
Het hoort er gewoon bij. Je schaduwkanten, zou ik het dan maar eventjes noemen. Het is niet altijd alleen maar happy the peppy en positief. En dat is wat ik ook altijd zeg. En daarom vind ik het ook belangrijk om daar zo transparant over te zijn. Omdat sommige mensen dan misschien denken van, oh ja, die coaches, ja, die zijn daar al en die hebben dat allemaal niet. Maar dat is gewoon niet waar. Het blijft gewoon een proces. En als dit proces hier bij mij dadelijk weer klaar is, dan komt er straks alweer een nieuw proces. Weet je, dat Ja, hoort er gewoon zeker. bij. En ik vind het gewoon heel belangrijk om dat te delen, omdat er inderdaad ook mensen zijn die alleen maar de mooie en de leuke kanten laten zien. En dat is gewoon niet de realiteit. Ja, precies. Maar ja, ik denk gewoon dat het erop neerkomt dat je jezelf en je lichaam durft te vertrouwen en je durft ervoor open te stellen. Want dan alleen, hè, als je inderdaad de moeilijke stukjes ook aan durft te kijken, kun je jezelf ook openstellen voor wat er allemaal mogelijk is. Want zoveel mensen zijn zich daar niet bewust van wat er allemaal mogelijk is. Ja, dat is zoveel meer dan je kan bedenken. Dat is bizar wat er zich kan ontvouwen wanneer je je daarvoor openstelt, inderdaad. Dat is echt heel mooi. Hey, en als ik dan mag vragen, hè, want jij zit natuurlijk nu midden in dat proces. En ik weet hoe ongemakkelijk dat is. Hoe pak jij dat nu aan? Door, ja, met ups en downs, daar ben ik ook eerlijk in. Hè. Soms is het makkelijker als de ene keer, want ik had al even met jou gedeeld. Ik ben van nature een heel ongeduldig persoon en ik wil vooruit. Ik ben iemand van de actie. Dus voor mij is het een enorme uitdaging om heel bewust de pauzeknop in te duwen en te vertrouwen van oké, het komt wel goed. Nou ja, dat zeg ik niet. Ik vertrouw wel dat het goed komt, maar meer met het weinig doen, daar heb ik heel veel moeite mee. Dus daar komt mijn hoofd de hele tijd tussen. Van je moet iets doen, je moet iets doen, je moet iets doen. Maar ik heb nu heel bewust gekozen, niet 100%, want ik doe nog wel iets, hè, zoals deze podcast nu met jou opnemen. Maar bewust alleen de dingen waar ik energie van krijg en die ik wel nog leuk vind. En de rest is echt even op een pauzeknop. Dus ik adverteer ook niet, ik doe niks, waardoor er heel weinig gebeurt. Ik vind mijn brein heel lastig. Maar ik weet dat het nodig is. En ik maak ook wel echt tijd voor mezelf. Dus om breathwork te doen, om te gaan schrijven, om te gaan voelen, om te gaan denken. Ik heb ook altijd, dat is ook een tip. Want je krijgt altijd, ja, downloads noemen we het dan maar. Hè, allerlei inzichten. Ik had het nog na vakantie. Ik ben een weekje op vakantie geweest. En ik zat in de TGV en opeens. Plop, 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 plop. En wat doe ik dan? Dan pak ik mijn telefoon en ik zet het gewoon in de notities. Of je kunt het inspreken. Want als je dat niet doet, dan ben je het gewoon weer kwijt. Dan weet je gewoon niet meer van oké, wat kwam er nu ook alweer binnen. Dus nu ga ik zo met en met op mijn gemak dat allemaal teruglezen. Van oké, wat kwam er eigenlijk allemaal binnen? Hoe voelt dat? Wat kan ik daarmee? En zo ga ik dan gewoon stapje voor stapje daardoorheen eigenlijk. En eigenlijk terug naar de basis van. Wat ik mijn klanten ook altijd meegeef, wie ben ik nu op dit moment? Waar word ik blij van? Wat wil ik eigenlijk? En daarna komt pas het praktische van oké, hoe ga ik dat dan vormgeven? Wat voor aanbod wil ik dan? Enzovoort. Maar ik mag echt even helemaal terug. En het moeilijke daarbij is dat je inderdaad wat je tot nu toe hebt opgebouwd, soort van los mag laten. En dat is niet makkelijk. Zeker. Want daar heb je heel veel werk en heel veel tijd en heel veel energie in gestopt. Maar als het niet meer goed voelt, als het niet meer klopt bij wie ik nu ben, ja, moet ik dat ook durven loslaten. Van oké, laat maar los en vertrouw er maar op. En dat doe ik wel. Maar het is niet makkelijk, zeker niet. Omdat ja, als je iemand bent die van de actie is en een beetje ongeduldig is. Dus Maar goed, ik deel er ook veel over, ook in mijn eigen podcast. En dat helpt mij ook wel door er gewoon over te praten. En tegelijkertijd hoop ik dan andere mensen ook te inspireren en te motiveren. En een beetje erkenning te vinden van oké, oh, ik ben niet de enige die met zo'n gevoelens zit. Nee, wij hebben die ook gewoon. Ja, Dus precies. een beetje dubbel, dus een beetje mijn eigen therapie. Ja. En ik hoop ook andere mensen daar ook wel mee te helpen. Van ja, het is gewoon heel normaal en menselijk. Het zou niet goed zijn, denk ik, als het niet zou gebeuren. Als Ja, je altijd maar precies. hetzelfde bleef doen. En ik denk dat je jezelf altijd
een gezette tijd. En dat hoeft niet iedere maand te zijn, maar misschien 2 keer per jaar of zo. Dat je eens even met jezelf gaat zitten van oké, wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen? Voelt dat nog goed? En hoort dat, hè, klopt dat nog bij wie ik ben? Denk dat we daar met z'n allen veel te weinig tijd voor maken. Ja, zeker weten. Het is natuurlijk ook een maatschappij, hè? Want waarin dat wordt aangeleerd van oké, we hebben een project, check, afgerond, hop, volgende, door. Ja. Jij was ook een manifesting generator, toch? Ja, Ja, klopt. wij hebben dat iets meer nog in ons systeem zitten. Yay, door, project, ja, daar, Ja. daar, daar. Ja. Wat ook heel leuk kan zijn. Maar toch, ja, voor veel mensen is het niet natuurlijk om even op de pauzeknop te drukken. Nee. Terwijl dat wel nodig is voor groei. Ja. Want het is letterlijk je reflectiemoment. Ja. En dat is eigenlijk ook tegelijkertijd de grootste uitdaging. Want je wordt geconfronteerd met jezelf. Ja. En wanneer je lekker bezig bent, dan is dat wat minder. Want dan heb je je focus eigenlijk naar buiten. Dan wordt Ja. gevraagd om weer naar binnen te kijken. Ja. Ja, en het is zo krachtig om je daaraan over te kunnen geven. Hoe Ja. moeilijk het ook is. Ja. Ik heb afgelopen maandag natuurlijk een grote sportwedstrijd meegedaan. Was voor mij een mega mijlpaal. En nu denk ik, ja, ik heb zin in mijn volgende project. Ja. Ook in de zin van dat ik heel veel zin heb om weer te gaan sporten. Nu heb ik op maandag is er helemaal niks misgegaan tijdens de wedstrijd. Maar op dinsdag ging ik een stukje wandelen. Gebeurt iets in mijn voet. En dat gaat al beter. Maar ik kan nu niet gaan hardlopen. Oh ja. Ja, frustratie. Ja, 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 dus ook van mij wordt gewoon letterlijk ja. vanuit mijn lichaam gezegd van nee, even wachten. Ja. Stoppen jij. Ja. Je hoeft niet nu alweer naar het volgende project door te gaan trainen. Ook al staat het allemaal op de planning. Vind ik het heel leuk. Maar ik heb die pauzeknop te eren, zeg Ja. maar. Ja. Ook al vind ik het niet leuk. Ja. En ik weet wel dat als ik er doorheen forceer, en ik denk dat heel veel mensen dat proberen te doen, duurt het langer. Ja. Ja. En nu is het natuurlijk heel lichamelijk, maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij een burn-out. Ja. Kijk, Ja. als ik nu ga hardlopen, dan is de kans 99% dat ik mijn voet kapot maak. Ja. Hoe lang ben ik dan aan het herstellen? Heel Ja, lang, dat is ook denk zo. ik. Ja. Iemand met een burn-out is vaak, oké, ik kan weer, ik functioneer weer ongeveer, dus hoppakee, we gaan er weer tegenaan. Ja. Ja, want het moet, want ik lig er al zo lang uit, want wat zullen ze wel niet denken, want mijn collega's moeten alles overnemen, Ja, want. heel herkenbaar. Niet Ja. naar zichzelf kijken en daardoor krijgen ze nog een keer vaak die terugslag. Ja. Ja, Ja. en ik denk ook dat ze dan vaak denken van oké, als ik wat rust neem, dan gaat het wel over. Maar een burn-out Ja. is toch heel vaak een signaal dat je iets grondig moet gaan wijzigen in de manier waarop je leeft. En ik denk dat heel veel mensen daar niet direct naartoe gaan, waardoor ze denken, oké, ik heb nu gerust en weet ik het wat, in het bos gewandeld. En nu gaat het wel weer. Maar eigenlijk pakken ze dan gewoon de draad van een oude patroon weer op. Ja, waardoor je lichaam natuurlijk weer gaat zeggen van nee, nu ga je weer verder zoals je bezig was. En dat is juist niet goed. Daarom gaf ik jou die burn-out van ga eens nadenken. En denk dat het daar ook vaak misgaat. Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, Ja. en als we dit vertalen, zeg maar, naar het proces nu van jezelf, soort van opnieuw uitvinden in je onderneming ook, waar jij nu in zit, Ja. voel je dat ook in je lijf? Ja, absoluut. Ik ben ontzettend moe. Mm-hmm. Heel erg moe. Dus er zit ergens een enorm energielek. En ik was dat eerst ook wel extern aan het proberen te verklaren. Van, oh, het is mijn hooikoorts. Of het is dit, of het is dat. Maar ik zie nu ook dat het gewoon hiermee te maken heeft. Dat ik rust mag nemen. En even een stapje terug mag doen. Ja, absoluut. Ik heb ook veel last van mijn buik gehad weer. Dus... Ja, en dat is natuurlijk wel het mooie door die processen waar je dan doorheen gaat, dat je daar wel sneller bewust van bent. Van hé, oké, mijn lichaam probeert me hier iets te vertellen. Ja. Alleen is het voor mij natuurlijk ook niet altijd meteen duidelijk van wat is het dan? Ja. Dat heeft dan ook wel heel even zijn tijd nodig. Maar
Op een gegeven moment wordt dat dan wel duidelijk van oké, dit voelt gewoon niet meer goed. En ik denk als iets, hè, en of dat nu je onderneming is of je baan of wat dan ook, dat maakt niet uit. Maar als iets zwaar gaat voelen van hey, ik merk eigenlijk dat ik het niet meer zo leuk vind. Ja, dat is toch wel een rode vlag, denk ik. Van oké, dat klopt ergens iets niet. En dan wil ik niet zeggen dat alles in je leven altijd maar heel leuk moet zijn. Er zijn ook altijd, hè, ik vind boekhouding ook niet leuk, maar het moet toch gebeuren. Precies, ja. Maar gewoon de belangrijke dingen en de rode draden in je leven waar je het meeste mee bezig bent. Als dat niet helemaal meer, als je daar geen energie meer van krijgt, maar dat het eigenlijk energie gaat kosten, dan mag je eens gaan nadenken, denk ik. Ja. Ja, zeker. En ja, het hoeft inderdaad niet allemaal leuk te zijn, maar er is een aanzienlijk verschil tussen ergens mee doorgaan en doorzetten, terwijl het even wat zwaarder is, en voelen van, oh, maar ik wil dit zo graag, want het Ja. voelt goed, het past bij mij. Wat zal ik blij zijn straks met het resultaat? En wat is deze reis eigenlijk ook een mooie uitdaging? Als je er zo in staat, prima. Ja. Maar als je denkt, waar doe ik het eigenlijk voor? Ja. Ja. Dan ga dan echt bij jezelf na, inderdaad. Waarom doe ik dit eigenlijk? En Ja, moet en ik ik niet denk dat eigenlijk je iets veranderen? ik denk dat je ook mag je bewustzijn van, kijk, ik kan natuurlijk nog prima mensen helpen die uit een burn-out komen of wat dan ook. Dat is het niet, maar energetisch klopt het dan niet meer. Hè? Als we het toch eventjes over Ja, frequenties zeker. gaan hebben. Hè? Ja, ik geloof daar gewoon heel erg in frequenties. En als je zelf, ja, je zit hier en je maakt dan zelf een bepaalde groei door, ja, dan matcht dat gewoon niet meer. Het is niet omdat ik die mensen dan niet meer kan helpen of wil helpen, maar ik ben een stap verder, dus ik mag ook mensen gaan helpen die weer een stap verder zijn. Tenminste, zo voelt het nu. Hè? Het begint zich langzaam wat duidelijker te worden. Ja. Dus ja, dat is het denk ik ook gewoon van dat de rest van je leven mee mag met waar jij nu bent. En soms zit daar inderdaad even een gat tussen. En dan mag je het even tijd geven dat het weer kan matchen met elkaar. Van oké, nu voelt het weer helemaal oké en nu voelt het goed. En ja, wat ik dan, als we het daar nog heel even over kunnen hebben. Ik las bij jou op de website staat natuurlijk ook over wie jij bent en zo. En daar heb je het ook wel over het zogenaamde imposter syndroom. Maar ik denk dat we daar ook allemaal last van hebben. Dat je hoofd daar dan toch wat tussen gaat zitten. Ja, maar ben ik wel goed genoeg en wie ben ik nou helemaal om mensen dat te gaan leren? Dat is ook iets waar je dan, denk ik, altijd doorheen moet blijven preken, hè? Van die zelftwijfel of jezelf niet goed genoeg vinden. Ik denk dat heel veel mensen die kern met zich meedragen. Ik in ieder geval wel. Hè? Zeker. Dat is iets waar ik heel veel werk op heb moeten doen, dat ik me niet goed genoeg voelde. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Hè? En dat je daar ook even terug mag gaan van waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En als je dat gaat begrijpen, zeg ik niet dat het weg is of zo. Je zult het altijd wel een stukje met je mee blijven dragen. Dat is oké, maar als je begrijpt waar het vandaan komt, kan dat al heel veel betekenen. Ja, zeker. Want Ja. daardoor kun je jezelf al eventjes dat setje geven. Oh, wacht, dit is eigenlijk puur dat stemmetje wat mij vertelt dat ik Ja. niet goed genoeg zou zijn. Ja. Maar ik weet inmiddels ook dat dat niet de waarheid is. Ja. Dus kun je bijvoorbeeld toch die stap zetten die je inderdaad wil Ja. zetten. Ja, en ik denk ook dat dat met bijna alles wel terugkomt. Ja. Zeker wanneer je iets nieuws gaat doen. Ja. Dat is gewoon dat je denkt, ja. Oh, wie ben ik nou? Hey, ik heb dat vaak als iemand een boek schrijft. En wie ben ik nou om een boek te schrijven? Ja. En terwijl als ik dan naar die persoon kijk, denk ik, jeetje, wat een fantastisch verhaal heb jij om te vertellen en die expertise erbij. Ik Ja. hoop dat je je boek uitgeeft. Dat Ja. gevoel heb ik er dan bij. En terwijl in hunzelf zit dit wel die drive om dat te doen, maar ook dat stemmetje. Wie Ja. zit daar nou op te wachten? Wie zit er nou Ja. op mij te wachten? Ja. Ja. Ja, en ik denk tegelijkertijd dat het een hele mooie check is in jezelf. Van, wil ik dit echt? Is wat ik aan het doen ben kloppend bij wie ik ben? En tegelijkertijd mag je ook het aanzien voor wat het eigenlijk echt is. Puur Ja. dat oude stemmetje. Ja, Maar precies. ja. Ja.
Nou, mooi. Ja. Ik denk dat we dan wel ja, alles besproken hebben wat heel Dat denk ik belangrijk ook was, wel, denk ik. ja. Ja, Ja. want we kunnen natuurlijk nog wel uren doorkletsen. We kunnen het nog even hebben over het zenuwstelsel en over het hart. Nou ja, als mensen daar meer over willen weten, dan Ja, dan laten ze stuur een maar bericht. weten. Nee, goed. Ik wil je in ieder geval super bedanken. Ik vond het een heel leuk en interessant gesprek. Want ik vind het persoonlijk altijd een van de leukste dingen om te doen. Om met andere mensen in gesprek te gaan over ja, hoe doe jij dat en hoe zie jij dat. En zo dus kun je ook wel van elkaar leren. En ik vind dat Ja. gewoon erg leuk. Dus dank je wel daarvoor. Jij ook bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk. En ik heb al een hele tijd geen podcast meer opgenomen. Dus ik vond het zo leuk dat jij vroeg van, hey, wil je podcast? Ik, Ja. oh ja. Dan is de drempel ook weer een stuk lager om weer in jezelf te gaan voelen. Ja, hey, hoe ik sta wel voor wat ik sta, maar hoe deelde ik dat ook alweer? Echt Ja, waar. ja. Dus ik vind het heel erg leuk. Dus dank je wel. Nou, graag gedaan dan. Nou, bedankt voor het luisteren of kijken en tot de volgende. Ja, doeg.